Voor een keer zijn de bossen van Zutendaal geen oase van rust, want 2 weken lang breken werknemers van de technische dienst een 3-tal chalets af. Ze zijn daar illegaal gebouwd en dus moeten ze weg. Wij hebben heel wat illegale woningen in Zutendaal en kwestie stedenbouw hebben we daar een probleem mee. Dan hebben wij inspanningen gedaan om meer chalets te kunnen afbreken, meer illegale woningen te kunnen afbreken. En daarom hebben wij aan de mensen voorgesteld, als ze het willen afbreken en ze zien er tegenop om het af te breken, kunnen ze gratis het hele perceel afstaan en dan breken wij het af voor hen. De meeste chalets die worden afgebroken zijn in een vervallen staat, maar niet deze. Dit huisje is nog bemeubeld en zelfs de kleren liggen gewoon nog op het bed. Het geeft aan dat sommige eigenaars niks meer om hun eigendom geven. De meeste van die mensen die dat in die tijd gebouwd hebben, dat ik straks uitgelegd heb, die zijn oud geworden en de kinderen erven dat. En die moeten dat onderhouden. Je ziet, er is veel werk om dat te onderhouden. En die willen er eigenlijk vanaf zijn. In totaal moeten er in Zutendaal nog zo'n 114 illegale vakantiehuizen worden afgebroken. Daar valt ook de villa van schrijver Jeroen Brouwers onder. Het Antwerpse Hof van Beroep besliste in september dat Brouwers zijn villa moest afbreken. Maar hij ging in cassatie. Burgemeester Bobbaars van Zutendaal wilde hierover niet reageren, maar vertelde wel dat Brouwers zijn gemeente niet per se hoeft te verlaten.